Oh, sorry. Mag ik naar binnen? Sorry, man. Hoe is het nooit in? Doe je expres, man? Ik had voor je meegenomen, man. Top, dankjewel. Heb je getekend? Nee, man. Heb je hier gevraagd, toch? Ik heb hier. Een stiftje. Ik heb altijd voor mezelf, voor al die fans van mij, weet je wel? Ah, je moet zo'n ding uitdelen. Ja. Net lekker getraind? Ja, man. Korte partij gedaan. Oh, wacht even. Waarom strak, waarom strak? Ja, dat is echt een vrouw. Wil je hem hebben dan? Ken je dat wel? Ja, man, top. Mooi, hè? Ja. Goeie handtekening. Mooi stip. Het is elke keer een andere. Wat? Mijn handtekening. Ja? Is zo? Nee. Nee, ja. Kom, ga rijden. Wat wil je heen? McDonald's? Nee, man, ik heb net gegeten. Nee, ga. Mooi pakje weer, nieuwe. Zijn die weer de nieuwste? Ja, man, die zijn de nieuwste. Zo, wat vet dat jij. Hij ziet er ook goed uit, man. Ja, hè? Alleen mijn hoofd niet. Nee, hoor, die blijft lelijk. Ik ga je broer straks bellen. Ik sprak hem net al. Ja, wat zei hij? Ik zeg, kom man, even bellen, even FaceTime met hem. Ik ben in de supermarkt. Geen varkenslapjes halen of zo, weet ik het. Ja, die heeft twee terror bij zich, twee jongetjes. Ja? Ja, die zijn druk, man. Hebt hij twee zoons? Weet je dat niet? Nee. Ja, man. Hij vertelt ook niks, hè? Het is je mattie, maar je weet het niet. Nee, hij zegt niks meer. Hij is echt hij is een rare jongen af en toe. Echt een Nederlander. En jij? Ik? Ik heb vijf meisjes, hè? Vijf meisjes. Jij geen kinderen? Nee, man. Nog niet, hè? Ik ben nog jong, toch? Hoe oud ben je nu? 20? 21. 21? Ja, ik was toen... we gaan hier de stad in, man. Ik was toen bij jullie in huis, hè? Toen was je nog een kleine jongen. Toen heb je bij PSV zat? Ja. Ja, man, maar dat is alweer 8 jaar geleden of zo? Ja. Tijd verliefd. Toevallig was Elia er net. Oh ja? Ja. Die zei het ook, man. Hij zei, toen ik hier voor het laatst was je zo klein. Ja. Maar was hij net hier even op bezoek? Ja, klopt. Oh, leuk. Hij is van ons gekomen. Leuk, man. Ja. Kan gewoon lekker trainingspak, lekker simpel. Ja, is ook lekker. Dat is het lekkerste, man. Ja. Helemaal, weet je, als je soms opstaat, dan heb je geen zin om helemaal dingen uit te gaan zoeken. Zo gewoon lekker trainingspakje aan naar de club. Ja. Dus je hebt elke dag bij de trainingspak gaan. Maar de club sowieso, man. Ja. Want je gaat trainen, je komt naar de club, je kleed je om, je doet trainingskleren aan, je gaat trainen. En dan douchen, ga je weer naar huis. En, En je woont in Rotterdam nu? Ja, man. Alleen? Alleen, ja. Geen vriendin? Nee, geen vriendin. Je mat die mech is er vaak. Ja, ja, ja? Ja, ja. Weg heeft niks te doen, hè? God, die neus van hem. Als die jongen heeft, eet hij gewoon uit zijn neus, hè? Kan hij een week eten. Weg hier. Jij naar buitenland ooit? Dat is wel ooit doel, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar mag ik eerst of zo? Mark. Wie dat kan zo gelijk. Wie dat, ja, ja. Nee, man, eerst lekker bij Feyenoord knallen. Nog veel leren, toch? Ja. En dan uiteindelijk, hopelijk naar de grote competities. Dat is wel het doel. Nog even rustig aan, maar een paar jaartjes hier. Ja, bij daarom. Ja. We hebben geen haast, toch? Gewoon met de winst op weg en dan. halfjaartje genoeg. Allemaal, ja, halfjaartje. Je bent nou een halfjaartje hier, hè? Ja, maar ja, bijna, in december. Ja. Maar Utrecht is wel beter gaan voetballen die jaar echt. Oh, ja, vind je? Dat was fijn. Nee, dat is een grapje. Maar wat is nou jouw favoriete positie? Je wordt overal neergezet, hè? Je wordt overal gezet, hè? Ja. Ja, respect, natuurlijk, het was ook een beetje omdat natuurlijk veel blessures bij ons waren, snap je? Ja. Dat moest het wel. Maar ik ben gewoon een middenvelder. Ja. Rechtsback of rechtshalf? Nee, rechtshalf. Ja. Rechtshalf, ja. Of punt naar achteren, linkshalf. Oké. Okay. Maakt niet zo heel veel uit. Ja. Maar waarom heb je voor Turkije gekozen, man? In plaats van Nederland. Ja, man. Ik voel me meer Turk. Nee, Marokko, mooi. Dat is mooi, hè, Marokko, hè? Ja, heel mooi. Nee, maar ook omdat, kijk, vroeger, ik las laatst een stukje over Bukhari. Die zei, we werden wel eens met een lege helikopter. Ja, ik heb het ook gelezen. Nee, maar dat was vroeger. Ja, dat was toen. Vroeger was het wel heel anders, maar tegenwoordig is het allemaal echt goed professioneel allemaal en zo. Ja, het is echt veranderd. Ja. Nieuwe bondsvoorzitter, nieuwe technisch directeur. Ja. Die hebben afgelopen jaren wel echt veel veranderd. Ze doen nu ook veel meer met de jeugd. Vroeger was het helemaal het eerste elftal, dat boeide niet, snap je? Ja. Maar nu hebben ze zelfs onder 13 volgens mij. Ja, moet wel, hè? Oké. Okay. Je hebt ook een WK gespeeld, toch? Ja, onder 17, WK onder 17. Oké. Okay. Ja, maar je hebt ook in Nederlands elftal gezeten in de jeugd? Ja, was kort, was het bij onder 15. Ja. Toen onder 16 zat ik er niet meer bij. En toen onder 17 heb ik WK gespeeld, man. Met Marokko, hè? Ja. Hoe was die wedstrijd tegen Ajax? Was het
ervaring, mooi hè, Feyenoord Ajax. Het zijn de mooiste wedstrijden, zeg eerlijk. Ja, tuurlijk, het is de klassieke toch. En ja. Ik had nog nooit gespeeld. Nee. Alleen ja. Ja, je had een foutje, je dacht dat je bij Ajax speelde, je kan assist geven, maakt uit, kan gebeuren. Maar die sfeer en zo, alles eromheen, ik heb ze ook gespeeld. Ja, tuurlijk, het stadion was, toen we gingen wandelen was het helemaal vol en tuurlijk. Ja, ja. Gewoon aan alles zie je dat het een grote wedstrijd is, dat voel je ook, maar ja, alleen, ja, we hebben alleen helaas 4-1 verloren. Ja. Maar ja, in januari spelen we nog een keer tegen ze. Ja. Dus dan hebben we wat goed te maken. Dan wordt het 8-1. Je bent echt een IC, ik hoor het al. Sorry, je bent in Rotterdam, hè? Ja, nee, ik moet oppassen wat ik zeg hier. Godverdorie. Ben je een echte goalscorer? Nee, hè? Je bent nee, niet echt. Nee, hè? Nee, maar ik moet wat gieriger zijn af en toe. Ja, man, schieten, man. Ja, man, klopt. Niet eens. Nee, tegen Groningen afgelopen week had ik 2 goede acties. Kon ik schieten. Ga ik toch kijken wie er beter voor staat. Ja, maar dat komt wel door je. Door je ervaring en zo komt dat wel. Maar je moet gewoon een scheid hebben, hoor. Echt. Je moet gewoon schieten op de goal. Vroeger dacht ik ook altijd. Oh, voorzet. Ja, voorzet, geen voorzet. Weet je, en later dacht ik, rot op man. Hé, elke keer als het er in de media komt van de wedstrijd, verslag, die heeft gescoord en die heeft gescoord. Er staat niet bij, die heeft assist gegeven en klopt, die heeft assist, klopt. Weet je. Toen ik zat te kijken, dacht ik echt, hé, dit klopt echt niet hoor, want ik moet echt er iets aan gaan doen. Toen ben ik gewoon zelf gaan... Tuurlijk, rennen is tegenwoordig nog belangrijker dan vroeger, denk ik. Daar wordt, nu houden ze alles bij, wordt... Ja, dus echt zo. Hoeveel bouwcontact je hebt, alles. Dat was vroeger niet. Aantal versnellingen, hoeveel je gelopen hebt. Ja, alles. En ook zo, heel vaak zie je die, bij AZ zie je dat veel, ik weet niet of het bij Feyenoord ook zo is, hebben ze zo'n kastje op de rug. Nee, kijk, wij hebben, bij Utrecht hadden we dat ook, maar in de Kuip hebben we dat systeem, hoef je dat niet te dragen, dat wordt gewoon automatisch gemeten. Oké. Snap je? Dat hebben niet alle clubs. Nee. Nee, is niet oud, dat is gewoon wat duurder. Dat systeem, snap je? Ja. Nee, maar hun hebben die oude. Nee, dat is niet oud, want heel veel clubs hebben dat. Oké. Okay. In Utrecht hadden we dat ook bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Maar ja, ik vind dat vervelend, man. Ik draag ook dat korte mouwen, ik wil niks onder mijn shirt hebben. Gewoon mijn shirt klaar. Niet, want dat is zo'n ding, hè? Dan dragen ze zo'n BH. Ja, zo'n BH-achtig ding, ja. Tot hier en dan heb je zo'n bochel op je rug. Ja, maar als je valt, dan kan het toch voor blessures of niet? Nee, het is niet. Het is zo'n klein dingetje. Oké. Okay. Het is niet echt dat het ook niet super hard of zo. Je moet wel heel gek vallen dan. Ja. Als je zo op je rug valt en... Jij vroeger met die gekke acties van je, ja. Wat een mooie acties, hè? Zeg die acties. Die schaartjes wel snel. Zie je niet meer, hè, nu? Nee, man. Ben je nog een beetje soepel of niet? Nee. Ik speel nou in 6e klas. Ik kom nog eens... Zo'n dikke man kom ik niet eens voorbij meer, man. Echt ongelooflijk. Wie was jouw voorbeeld? Vroeger... Vond ik Zidane echt geweldig, man. Zidane, hè? Ja, man. Poeh. Leek allemaal zo makkelijk wat hij deed. Allemaal vanzelf. Zo simpel, zo vloeiend bewegen. Lijkt alsof hij nooit sprintte. Altijd heel ontspannen. Maar zijn balcontrole, techniek, alles, overzicht. Pak niet zomaar de bal van hem, man. Nee. Ja, dan had hij al in de gaten waar die bal heen moest. Zo. Aannames, buitenkantje ook geven. Zo. Dat is de kunst, hè? Vooral als middenvelder. Dat je eigenlijk van tevoren al weet wat je doet. Ja. Ik ga zeker kijken, want ik vind het mooi. Ja, die jongens zoals jullie, ja, die spelen zijn gewoon Nederlands. Je bent wel stiekem voor Marokko. Tuurlijk. Ik hoop wel dat Marokko ver komt. Zeker weten. Ja, maar leuk toch? Ja, tuurlijk. Ik vind het hartstikke mooi. Ja, ik denk ook dat wij een beetje een positieve loting hebben. Ja. Dat we misschien wel kunnen verrassen. Oh, maar wel mooi, man. Dat is ook nog wel spannend. Hè. Wanneer is die... We hebben wel een sterk team, hoor. Jullie, hè? Ja. Het is nu ook echt een team. Dat was vaak een beetje voorheen het probleem met Marokkaanse elftal. Dat je... Toch een beetje groepjes had, Fransen, Marokkanen, Nederlandse Marokkanen, lokale jongens uit Marokko. Maar dat is ook denk ik compliment aan het trainen, dat hij echt team van heeft gemaakt. Ja. Snap je? En die jongens spelen ook best lang samen, snap je? Dus op een gegeven moment als je lang samen bent, krijg je ook een band. Tuurlijk, dat is zo. Kijk, niet als je elke keer iemand anders om je heen hebt. We hebben best wel een oud team nu. Veel jongens die rond de 30 zijn, snap je? We hebben ook veel jonge talenten erachter. Maar zeg maar, het team waarmee het meest wedstrijden meest gespeeld en best wel oud. Ja, en die hebben al die zijn nu een ervaring. Ze zijn nu een beetje top van hun kunnen. Ja, El Amadi. Karim, ja. Noordem, mijn broer, Boussoufa, Benatia, Dirar. Allemaal rond de 30. Ja, dus dat is gewoon een mix. Balanda. Dat is goed. Een mix van jong en oud met ervaring erbij. Klopt. Super man, ja, ik ben benieuwd. Is goed, man, Andy. Hey, super, man. Ja, echt bedankt, man. Geen dank, was man. Gezellig. Wel contact. Rustig aan, ja. Rustig aan, jongen. Is goed, man. Dat was al.